Auke Rauwerdaas zit erom bekend dat ze zo'n beetje alles wil te keep ha. Dat je de krek dat in een schroefje vinden kennen, dat je nergens oors krijgen kennen. Maar de bereikbaarheid is min en de blauwe is geen optie. We hebben dit besloten en 30 december is onze laatste dag dat we hier open zijn. Waarom kan het niet meer? Waarom kan zo'n winkel zoals Jim die Haan niet meer bestaan blijven? Ja, het is de bereikbaarheid, het is het parkeerprobleem. Het is natuurlijk de omzet en zakken hier en we hebben hier wel heel veel panden. En dat kost natuurlijk ook veel geld om dat te onderhouden. Je hebt hier personeel nodig. Ja, dan zijn de omzetten niet meer naar. En wij denken niet dat we die omzetten meer terug kunnen krijgen. Het is op emotioneel gezien, ja, dat wel. Maar als je het zakelijk beziet, dan moet je gewoon zeggen, nee, dit kan niet meer, dit moet dicht. Nadat het nijs bekend waard, streemden de reacties binnen. Ah, dat kan ik zo niet vertellen. Dat zijn echt ontelbaren. We praten niet over honderdtallen, maar veel en veel meer. We hebben nog een nieuwsbrief verstuurd, dus via de mail nog allemaal reacties, via Facebook reacties, klanten hier in de winkel komen. Het blijft maar doorgaan. Deze winkel verhuizen is geen makkelijk putje. De man denken dat ze een hier nedergaan voor de verhuizing.